Vandaag spelen we Truth or Shave. Ik heb een heleboel vragen die mijn gasten moeten beantwoorden. Willen ze niet antwoorden, dan gaan we een stukje van hun lichaamsdeel afscheren. En dat lichaamsdeel wordt bepaald door dit rat. Mijn twee gasten zijn hier ondertussen al. Fabian en zijn broer Ruben. Zie je het zitten? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de vragen, maar ja. Voor de rest, ja. We zullen wel zien, zeker. Oké, we gaan direct beginnen aan de eerste vraag. Als je een tong moet draaien, doe je dat dan met snapback of ender? Je moet antwoorden, maar je moet niet antwoorden. Je moet ook kiezen, je moet niet alle twee zeggen. Ja. Wat? Ik weet niet, ik vind alle twee wel gewoon... Je ding. Ja. Niet liegen. Dan ga ik toch voor snapback gaan. Snapback heeft geen baardje in, dat gaat prikken. Hè. Ik zou dan voor ender gaan, aangezien dat hij daar dan alleen staat. Maar jullie zijn vast, ook, ja, zo vast aan elkaar. Wie van de TechMac ben zou graag eens doen? Ja, nee, ik zal wel gewoon scheren, want anders gaat het awkward worden. Ik zit nu niet in de TechMac band, maar... Het gaat altijd awkward worden. Maar het gaat sowieso awkward worden, dus ik neem ook scheren. Attention! Ik denk aan ender, ik weet niet waarom. Dat is kei chill. Ik heb helemaal niks op mijn rug. Maar dan draaien we nog een keer. Nee, ik heb een heel klein beetje. Dat is goed. Ik heb niet veel haar op mijn rug, maar... Wow, er staat toch gewoon een paar lange haartjes op, zo. Ja. Kijk, daar kippen wel van. Ja, er valt toch wel wat donshaar af. Ik doe echt goed. Hey, doe verder, hè. Nee, dat is goed. Klaar. Dan gaan we draaien voor jou, hé. Attention! Ga jij dat doen, of? Ja, nee, je moet het zelf doen. Daar is de spiegel. Oh, ik heb nog meer stress dan u, volgens mij. Je ziet wel. Oh, joh! Ik zie wel dat ik goed aan het zweten ben. Ja, ik zie het ook. Dat ook zo haar. Ja, dat is goed, hè. Blazen, hè. Volgende vraag. Wat is de grootste ergernis aan iemand van ons? Ik zou wel iets willen zeggen of kunnen zeggen over u, maar ik ga dat niet zeggen voor de camera. Dus draai nog maar een keer. Hey, dat is lief van mij, hè? Ja, ja. Want ik heb hem momenteel ook vast. Ik denk dat ik ben veranderd van gedacht, ik wil toch nog zeggen over u eigenlijk. Nee. Oh, ah, shit. Dat is keigoed. Oké, okay, ready? Ja. Doe dat iedere keer af. Doe zo. Dat vliegt overal. Ja, zo sexy. Heb je ooit al eens een lief bedrogen? Vertel het volledige verhaal. Just, dat vind ik echt niet oké. Allee, vertel, wat is er gebeurd? Waarom weet ik van niks? Jij weet dat wel. Ik zal het even kort schetsen. Ik was samen met iemand, maar dat was in de vakantie. En we gingen toen op reis met TechMac naar Lorette. En daar had ik iets te veel gedronken. En toen heb ik daar gekust met een ander meisje. En toen ik terugkwam van Lorette, heb ik dat direct tegen mijn vriendin verteld. En ja... Wat heb je naar haar gekust? Ik weet haar naam zelfs niet meer nu. Fuck, zei je zo iemand. Wat is je wildste fantasie waar je je voor schaamt? Maar het is echt gewoon een boze fantasie. Ik heb nu echt niet direct iets waar ik aan denk. Jij vindt dat echt wel leuk, hè? Chill. Je tijd haar. Ja, ik ga zelfs no look. Ik heb gewoon zoveel vertrouwen in de Philip Womblake. Goed, hè? Dankjewel. En nu voor jou. Attention! Dat is suivez moi. Ja! Sweet komt daar vast te zitten door die bos. Dat ziet er goed uit. Beter of wat? Maar beter kan ik niet zeggen, man. Wie van de TechMac Insiders wil je graag naakt zien? Ja, Jamie, hè. Heb je mij niet al? Nee. Ah ja, dat is juist. Nee. Juist. Die had het zelf vrijgemaakt, hè. Ja, ben al bang. Wat dacht je, waar? Wie zit er nog allemaal in van vrouwen? Jael. Ja, Jael dan. En de laatste vraag. Heb je ooit al eens een naaktfoto gestuurd? Ja, hij wel. Nee. Maar wat? Gast, dit is niet eens ook nog dat ik dat naar u heb gestuurd. Want jij bent zo... Maar je stuurt naar elkaar. Ja, jij wel. Maar ik heb al wel gehad dat er iemand anders ineens naar mij stuurde. Hey Fabian, bent jij dat? Ja, dat bedoel en ik. En ik leeg daar heel hard op. Maar het is niet... Het is geen foto, ja, het is geen foto dat ik zelf heb kunnen maken. Dus ik heb het zelf niet gedaan. Dus iemand anders heeft dan... Oftewel mijn gsm gehackt, oftewel... Een foto getrokken zonder dat ik dat wist. That's it. Maar dat zei hij wel.
Maar je ziet het niet. Je ziet het niet supergoed, want... Nee, Fabs, ja. Nee, Fabs, je bent het sowieso. Ik heb de foto ook gezien. Maar wat? Nee toch? Denk je zo dat ik het ben? Ah, of was het... Ik ben aan het twijfelen. Dat gaat nog over een andere foto. Oh, rustig inderdaad. Alright, dat was de laatste vraag voor vandaag. Merci dat je mee hebt gedaan aan Truth or Shave. En de volgende keer zijn we er opnieuw bij, met nieuwe gasten en de Philips van Blade. Dag. Joe.